accu zwak. Dus het is toch, moet toch mee. Ja, luisteren. Start de motor, dat zou ik toch wel even doen. Dus nu zie je dat de gelul van ons, dat wel degelijk een forse hoeveelheid stroom trekt. Zo, oh jeetje. Nou, je doet het niet meer, zie je dat? Dat is niet zo best. Het verlossen, kunt u mij horen? Daar heb je geen losse batterijtjes meer nodig met u. Maar je gebruikt nog steeds een batterij, alleen een heel andere batterij. Ja, wel duurzaam toch? Dus we kunnen ook zeggen dat deze podcast... Ik weet niet of de... Weet je, ook de batterij van deze auto gaat tenslotte naar het bliksem. En ja. Moet gerecycled worden. Ik weet niet precies hoe dat gaat bij batterijen, maar ik dacht wel... dat een omvangrijke industrie was, het recyclen van autobatterijen. Autobatterijen? Accu's. Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat je die batterijtjes die in dit opnameapparaatje gaan, dat is AA. Dat moet je in zo'n bus bij de supermarkt. Ja, dat is ook wat. Daar zouden ze veel meer verzamelpunten van moeten hebben. Ik heb een hele bak vol met die dingen. Ja. En tenslotte gaan ze ook verweren en zo. Dan komen er allemaal enge witte groeiverschijnsel uit en zo. Er is nog zo'n enorme verzamelplek van batterijen in Rotterdam, ergens het havengebied, in de fik gegaan. Je weet, niks is zo moeilijk te blussen als batterijen. Je weet, als een Tesla in de fik gaat, of enige andere elektrische auto, dan komt er een speciaal bedrijf met een speciale kraan en die tilt de brandende elektrische auto in een bad en de hele auto moet onder water. Anders je krijgt het niet uit. Nee. Dus ik wil maar zeggen tegen bezitters van elektrische auto's, probeer het niet te blussen. Het is een rampzalige zaak. Ja. Zo goed als ook sommige smartphones in de fik gaan en een hoop narigheid kunnen veroorzaken. Ja, dat als zo'n kabeltje een beetje stuk is, dan ruik je af en toe ook wel eens van die zo'n vieze geur. Ja, je moet met die lithium-ion batterijen enorm oppassen. Ja. Het verwijderen van asbest is ook zo'n heel ding, hè? Waar je... Nou, dat was iets enorm groots, maar op een of andere manier is dat gereduceerd geraakt. Het bleek eigenlijk niet zo gevaarlijk en verschrikkelijk te zijn als iedereen beweerde. Dus is dat zo? Ik dacht wel dat ook het verwijderen van asbest, dat komt wel aan deskundigen kijken. Kost heel veel geld, begreep ik. Ja, maar minder dan het ooit gekost heeft. Oh, iemand adviseerde, die zei, je moet zo'n asbestplaat, als je dat hebt, gewoon stuk laten vallen. En dan gooi je het onderaan in de groenbak en dan... Dat lijkt me een zeer onverantwoordelijk advies, eerlijk gezegd. Daar zou ik geen enkele vorm van medewerking aan willen geven, eerlijk gezegd. Maar goed. Maar dat ze dit type van dingen gebeurt natuurlijk op grote schaal. Heb je geen asbest? Want jouw huis is ook wel heel oud. Ik denk dat het zo oud is dat er geen asbest in zit, eerlijk gezegd. Het huis is gebouwd in 1912. Ik weet niet wat, ik geloof niet dat er toen asbest benut werd. Dat zou dan in de dakconstructie of zo het geval moeten zijn. We hebben ons dak ooit laten vernieuwen en daar zat geen asbest in. Nee. Oké, ik moet even nadenken, we hebben behoorlijk wat administratieve dingetjes. Zo, administratieve dingetjes. Ten slotte, daar ben je sterk in. Een podcast, die wordt helemaal een administratief dingetje. Ja. Brieven beantwoorden, belasting betalen, de band oppompen. Ja. Ga zo maar door. We gaan naar de jeugdliteratuur. Jeugdliteratuur, ja, bovendien hadden we die al grotendeels gedaan. Ja. Want het gaat nu over de strips. Ja. En die strips, dat was eigenlijk... Ik kwam op dat idee omdat jij nooit had gehoord van Kapitein Rob. Klopt. En dat waren bijzonder aardige strips. Die Kapitein Rob, dat was een man die werd getekend door meneer Koen in het Parool, verschenen die strips. Blauw had hij, hè, kleurtjes? Nee, die waren allemaal zwart-wit. Dat was... Oh. Ik denk dat je later, misschien dat ze ooit ingekleurd zijn, maar... Ik heb gegoogeld even, dus ik... Kapitein Rob is zwart-wit. Misschien, er is een nieuwe versie, kan best zijn dat die in kleur is, maar die heb ik nooit in die vorm gezien in ieder geval. De Kapitein Rob van mijn jeugd was zwart-wit. Bovendien was het bekende Nederlandse strip van die langwerpige boekjes. 3 tekeningen boven en 2 kolommen tekst, dat was het. En Kapitein Rob, die... ontstaat, die wordt geboren, ik weet niet hoe je dat bij een striphelp moet zeggen, eind 1945. En Kapitein Rob was iemand met een zeiljacht, genaamd De Vrijheid, hè? Eind 1945, De Vrijheid. En met dat jacht zeilt hij over de wereldzeeën, permanent. Wat op mijn verbeelding, mijn jongensverbeelding, al een heel sterke invloed had, want ik heb jarenlang heb ik leuke zeiljachten getekend die ik zou laten bouwen. En dan zou ik ook in mijn eentje over de wereldzeeën gaan varen. Ik vond dat een enorm aantrekkelijk idee. Net zo goed als ik het idee van Bolke de Beer... En het hol. Bolke de Beer was, hoe heet het, geëmigreerd naar de Harts, omdat hij het zo druk vond op de Veluwe en woonde daar in een hol onder de grond. Dat leek me ook wel wat. Kortom, ik had kennelijk een vrij sterk verlangen naar een eenzaam bestaan. Dat je niet de hele dag door alle mogelijke mensen aan je kop gezuurd werd. Zo, ja. Misschien toch een licht autistisch trekje, dat wil ik niet uitsluiten. En ik had bovendien dat geweldige boek gelezen van Joshua Slocum. En Joshua Slocum was eigenlijk de eerste, dat speelt al in de late 19e eeuw in mijn herinnering. Die had in een of ander oud wrak bootje gekocht, dat hij hebben opgeknapt. En hij was de eerste die zijn piereetje de wereld rondgezeild was. Sinds die tijd, zoals je weet, is dat een enorme activiteit geworden van Jan en alle man. En we hebben zelfs die oceaanracers, maar goed, die hebben meestal een omvangrijke bemanning aan boord. En het zeilmeisje? Ja, precies, het zeilmeisje. Ja, Laura. Die mocht niet, maar ze heeft het tenslotte toch gedaan en is in haar pieren eentje de wereld rondgezeild. Hoe precies, dat weet ik niet. Je kunt natuurlijk een hele variatie aan routes kun je in principe ondernemen. Maar goed, dat was kapitein Rob in zijn zeiljacht de vrijheid. Hij had ook een hond, genaamd Skip. En hij beleefde alle mogelijke soorten van avonturen. Maar je zou wel een scheiding kunnen aanbrengen tussen... Hij beleefde avonturen in het verleden. Want die Koen, die tekenaar, die was dol op zeilschepen. Hoe meer zeilschepen die kon tekenen, hoe mooier het was. Dus je begrijpt, daar kun je je verhaal ook naar richten. En dan komt er ook een soort van zeerover uit de 17e eeuw opdagen. Peer de Schuimer geheten. En nou goed, hij is dan ook bevindt zich ook in het verleden door tijdmachines. Ik moet zeggen, daar was ik geen groot liefhebber van. Maar er was ook een andere, laten we zeggen, richting in kapitein Rob. En dat was een soort van science fiction. En die science fiction, die werd eigenlijk allemaal verzonnen door een professor Lupardi, zo heette die. Die had ook een bijzonder achterbakse assistent, een Aziatisch uitziende afschuwelijke dwerg. Ja, dit is allemaal... Nu zou het niet meer kunnen, maar toen kon het allemaal. Niemand kon dat ene kloot schelen, dat zo was. En die Party had het uraniumkwik ontdekt. Dat was een magische stof waarvan nooit onthuld werd hoe magisch het wel niet was. En dan gebeurden de meest interessante dingen. Hij was altijd bezig om de macht in de wereld over te nemen. Ik was gefascineerd door professor Lupardi en zijn achterbakse assistent Joto. Want de professor Lupardi is natuurlijk de figuur die in alle strips voorkomt, namelijk de gekke professor. Elke strip heeft een gekke professor nodig. He, laten we zeggen, in Kuifje heb je Zonnebloem. We zullen over Kuifje nog te spreken komen. En je had bij Martin Toon had je professor Pulwitkowski. En natuurlijk, in zekere zin heb je daar ook nog Sikbok. He, die geloof ik psychiater was. Maar die Sikbok die deugde voor een meter, dat was duidelijk. Dus de gekke geleerden, dat is een vaste thematiek. Ook... Bij Robbedoes en Kwabbernoot, wat ik ook erg aardig vond, daar zit ook een gekke professor. Dus als je ooit aan een strip begint, kan ik nu vast tippen, zorg dat er een gekke professor is. En een slechterik, hè? Ja, het leukste is de combinatie van de gekke professor met de slechterik. Dat is professor Lupardi. Je hoeft dat niet per se, want natuurlijk professor Zonnebloem, Tournesol, is in feite niet slecht, gewoon. Want je hebt natuurlijk ook de professor als waarhoofd. De klassieke vergeetachtigheid van de professor. Hij is zo ongelooflijk knap dat hij eigenlijk het normale dagelijkse leven, dat kan hij eigenlijk niet aan. Dat idee. Dat is ook een soort van professor. Maar die Lupardi is geweldig. En dan wordt de aarde bezocht door de lui van Venus met een enorm ruimteschip. En Lupardi vindt alle mogelijke fantastische toestellen uit. En hij bevindt zich meestal ook aan de Zuidpool, heeft hij allerlei dingen geconstrueerd. Ik kan het warm aanbevelen. De meeste van die kapitein Rob zijn opnieuw gepubliceerd. Je kunt dat in ieder geval antiquarisch allemaal krijgen. Zijn ze origineel, dus dateert het stripboekje nog uit de jaren 50... dan kan je daar denken, moet je een vrij redelijke prijs betalen. Het is langzamerhand waarschijnlijk wel wat opgelopen, de prijzen. Maar er zijn ook hele recente publicaties, heel recent, maar in de afgelopen 10, 15 jaar of zo is het allemaal op een of andere manier herdrukt. Dus ik was wel gefrappeerd dat jij er nooit van gehoord had. Kapitein Rob was een belangrijke stripfiguur in die jaren. Iedereen had daarvan gehoord. Iedereen vond het ook gewoon wel aardig. En had natuurlijk één grote concurrent. En dat was Erik de Noerman. En dat was getekend door Hans-G. Kresse. Ik moet zeggen, Hans-G. Kresse was een superieure tekenaar. Als we het vergelijken met Koen van de Kapitein Rob, is heel behoorlijk getekend, maar wel een beetje stijfjes. En je ziet dat Koen niet het enorme faciliteit, talent heeft van Hans-G. Kresse. Die kon echt alles tekenen wat hij wou tekenen op een bijzonder aantrekkelijke manier. En Erik de Noerman was ook een aantrekkelijke stripfiguur, want al die Erik de Noerman speelden in een geheimzinnig, nooit nader gedefinieerd Europees verleden ergens tussen. Nou, hij was natuurlijk een viking, hè? Erik de Noerman. Hij had zo'n helm op met zo'n meeuwenvleugeltje eraan en zo. En hij voer altijd in van die drakka's rond. Dus ja, maar dan is dat in Europa zo tussen 800 en... Maar dan werden ook die idioten, hoe heet het, de Oostzee en zo, al die enorme dennenbossen die toen nog Europa bedekten. Dat was allemaal bijzonder aardig gedaan. Had ook een hele reeks van later kwam er een zoon, dat is ook Erik de Noorman, werd ouder. Kapitein Rob, die had één standaard leeftijd en die is nooit ouder geworden, evenmin als professor Lupardi. Hoewel professor Lupardi, die wordt op een goed moment goed. Van slecht wordt hij goed. Hij gaat de wereldvrede bevorderen. Dat is ook geloof ik het afscheid, dan is het eigenlijk wel klaar. Maar er is geen leeftijd die genoemd wordt. Nee, maar dus krijgt Erik de Noorman een zoon en die gaat dan tenslotte ook de hoofdrol spelen. Had ook een vrouw die er ook vrij statig uitzag. Het tipt in allerlei opzichten aan bij allerlei sagen en legenden die bestonden. Die heeft Kresse kennelijk allemaal gelezen. Er zijn massa's. Ik vond zelf altijd Orm de Morsige Roerganger, vond ik altijd een door en door sympathieke figuur. En zo had je nog wel wat meer sympathieke figuren. Er viel ook een hoop doden, als ik het me goed herinner. Ik was wel een liefhebber van Erik de Noerman. Ik meen me te herinneren dat Hans-G. Kresse ook fout was in de oorlog, maar dat wil ik nou weer even vanaf. Misschien beschuldig ik hem hier zonder dat dat ook maar enige basis heeft in de realiteit. Maar we hebben dat ook al gehad bij die Bob Evers-serie natuurlijk, dat die schrijver niet deugde in de oorlog. Het kon ons allemaal geen ballenmoer schelen, dat kan ik je verzekeren. Wij jongens vonden dat allemaal prima. Je had natuurlijk ook nog strips waar wel op neergekeken werd, dat was De Onbekende Stille. Hoe bedoel je op neergekeken? Nou, dat was een beetje ordinair spul. Met seks en zo? Nee, niet met seks, gewoon matig getekend. Je had Dick Bos, dat was allemaal jiu-jitsu en van die vechtsporten met de vliegende schaar en zo. Dat werd ook, dat was een soort van strip wat je bij je ouders niet mocht lezen, dat soort. Overigens mocht ik alles lezen van mijn ouders, die hebben nooit op- en aanmerkingen gemaakt. Sterker nog, ik weet wel dat ik in de leesbibliotheek, we gingen als jongens eigenlijk met enige regelmaat naar de bibliotheek in Wageningen, waarvan je niks moet voorstellen. Het was een voor- en achterkamer. Ja, precies, ja. Dat heb ik al verteld. Ja. En toen had ik een boek uitgeleend. Ik had een boek geleend dat ging over seks, want ik wou wel weten hoe het zat. Dat was een educatief boek? Of was het... Nou, een educatief boek met plaatjes en zo. Ja. Ik weet niet of ik het anders verteld heb. Nee. Nee? Oké. Nou, het was een boek met plaatjes over seks, hoe het ging en wat de problemen waren enzovoort. Dus ik kom met dat boek aan dat balietje van mevrouw Dijkstra, van zo heette ze. En toen zei mevrouw Dijkstra, ja, dat mag jij helemaal niet lenen. Dat mag jij niet lezen. Ik zei, dat mag ik best lezen. Belt u mijn moeder maar op. Kennelijk hadden we al telefoon. Dat moet dus ergens in 758. We hadden jaren op telefoon gewacht. Dat was ook zoiets geks in die tijd. Huisartsen die zich vestigden en geen telefoon hadden. En dan hadden ze een speciale assistente die in een telefooncel 1 straat verderop de praktijk moest runnen. Ja, dat ging in de tijd enorm traag. Ik geloof dat het tekort aan telefoons pas weggewerkt is ergens in de jaren 80 echt. kort voordat we overspoeld werden natuurlijk met de draagbare telefoon. Heel recent dus, ja. En de smartphone. Ja, want de Nederlandse regering vond geloof ik na de oorlog dat telefoneren was geen, hoe heet het? Eerste behoefte? Of, Nee, het was geen vermaaksindustrie. Dat, je mag niet zomaar, je weet, dat vond mijn moeder ook hoor. Telefoneren was een hele strakke zaak. Dus zodra je met je vriendin aangename dingetjes ging uitzitten wisselen, riep mijn moeder ook, daar is dat ding niet voor. Dus dan moest je op de telefoon, als je iemand opbelde, moest je zeggen van, hallo, met Maarten, ik kom met de trein van 16:45, ik sta op het tweede perron, tot straks. Paf, telefoon. Geen moment langer, daar was de telefoon voor. Eigenlijk waar je vroeger telegrammen voor kreeg. Dat zullen de meeste mensen zich ook niet herinneren. Vroeger kwam er een telegram bestellen. En het was een soort groen papiertje dat wat dichtgevouwen was. En dan was de telexstrook, want het was een telexbericht in feite. De telexstrook was daarin geplakt. Ja, daar stond dus ook van, hallo, ik kom om, nou die en die tijd. Hè? Of hallo, ik ben ziek geworden, ik kom niet. Dat voordat je de telefoon had, ja, hoe moest je met elkaar communiceren? En dan, nou goed, dan ging je dus naar het postkantoor. En dan gaf je een telegram op. En dat werd dan door een telegrambesteller bij degene die de boodschap moest krijgen besteld. Hartstikke leuk. Net als de postwissel en al die andere dingen die allemaal spoorloos verdwenen zijn. Maar over het telegram zei je kon ook gelukstelegrammen sturen. Wel gefeliciteerd, ook hartstikke leuk. Ik geloof dat er dan ook een bloemetje opgeplakt werd of zo. Maar ja, het telegram bestaat ook niet meer. Waar waren we gebleven? Kapitein Rob hebben we gedaan. En we hebben Erik de Noorman eigenlijk ook wel gedaan. Kan ik warm aanbevelen. Het is vooral als hij er helemaal in komt. Kresse is het schitterend getekend. Hij kan met minimale Oost-Indische inkt, met minimale veegjes. Hij is heel wat beter dan Bob Ross, zal ik maar zeggen. Hij is echt een meesterlijke tekenaar ook van dennenbomen. Ik kan het iedereen, leuke verhalen, kan het iedereen van harte aanbevelen. Jij zit trouwens in de Dirk Jan strip, hè? De Dirk Jan strip, wat is dat voor strip? Nou, dat is dus wel van de laatste jaren. Hè? En daar hebben ze jou in getekend, net zoals Donald Duck jou een keer in het blad heeft gezet. Mm-hmm. Was ik hem verkopen van encyclopedie, als ik het wel heb. Klopt, en dan kwam ik bij Donald Duck aan de deur. Ja, ik ben ook nog eens gevraagd of ik niet mee wou denken over een Donald Duck verhaal, maar het komt er steeds niet van. Die meneer moet mij nog maar eens opbellen of ik moet hem opbellen. Maar dat leek me een leuk idee. Ja, maar bij Dirk... Ik had al een hele leuke idee hoe Donald Duck verdwaalt in Amsterdam. Dat leek me zo leuk. Oh, wat leuk. Wat moet er dan in zitten wat jou betreft? Ik zal ondertussen die Dirk Janstrip zeggen. Dit verhaal, voor zover ik het bedacht had, was dat je in Amsterdam komt en je weet verder niet hoe het allemaal in elkaar zit. Ja. En er is nog geen GPS, dus je moet koersen op die borden die er langs de weg staan. Oh. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. Ja, want daar staat op S101 hè, of P105 of nou ja, voorkomen raadselachtige mededelingen. Ik heb later begrepen dat ze iets met de postcode te maken hebben, maar hoe het ook zij, ik zou geen stad weten, nietwaar, waar de borden zo geheimzinnig zijn als in Amsterdam, waar je dus in principe zonder GPS altijd verdwaalt. Ja. Dan moet ik zeggen, zijn wij enorm trots op onze borden langs de weg, als ik het wel heb. In Nederland bedoel je? Ja, terwijl de Duitsers, ik heb een jaar in Duitsland gewoond, die zeiden altijd van ja, die zogenaamde borden in Nederland. Kijk, als je de weg weet, dan zijn ze hartstikke goed. Maar als je de weg niet weet, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet verschrikkelijk goed. Ja. Of dat waar is, vind ik moeilijk te bepalen. Maar hier stuurt iemand trouwens, gisteravond genoten van Maarten, leuk college en vooral veel gelachen. Veel gelachen, oh, het was vooral bedoeld als een stuk educatief. Het is niet helemaal duidelijk waar dat was. We gaan nog even door met die stripverhalen. Dat is wel van enige importantie. Ja. Want natuurlijk, ik vond zelf Robbedoes en Kwabbernoot ontzettend leuk. En dat kwam eigenlijk omdat ik de tekenaar, dat is Franquin, F-R-A-N-Q-U-I-N. Dat is misschien wel de beste striptekenaar van de jaren 50. Dat was indrukwekkend goed. Franquin kon auto's tekenen, echt dat je dacht van ik moet vlug omslaan, anders rijdt die auto van de pagina af. Het was ronduit fantastisch. En bovendien had hij ook voor Robbedoes en Kwabbernoot een hele eigen auto uitgevonden. Kijk, wat hier nu staat. De Tarbo accu zwak. Dus het is toch, moet toch mee. Ja, luisteren. Start de motor, dat zou ik toch wel even doen. Dus nu zie je dat de gelul van ons, dat wel degelijk een forse hoeveelheid stroom trekt. Zo, oh jeetje. Nou, je doet het niet meer, zie je dat? Dat is niet zo best. Nu doet hij het weer. Hij loopt weer. Ja. Dan was die, dames en heren, even paniek in de studio. Ja. Omdat de motorische aandrijving en de accu, op basis waarvan dit nu allemaal werd uitgezonden, die vonden toch dat de zaak niet goed liep. Maar als ik hem nu, als de motor aanstaat, kan er niks misgaan, toch? Nee, maar dan zit je hier wel altijd met draaien in de motor. Dus dan moeten we 2 uur lang de motor laten draaien. Nee, oké, maar dan zal ik hem helemaal uitdoen dan, want er zitten nog wel batterijen. Nee, joh, laat hem lopen, want anders kom je hier straks niet weg. Oké, dus nu moet ik hem even laten lopen. Je weet, we wonen hier in een uithoek van Utrecht, dus voordat je hier hulp hebt. Dat kan dagen duren volgens mij. Maar nu gaat de accu weer laden, hè? Ja, zeker, dat moet je hopen, ja. Het is toch wel goed dat dat tegenwoordig allemaal op schermpje staat. Want anders had je hier straks gestaan. Als we nog een half uurtje doorgeduld hadden, had je hier gestaan. En dan kon je niet wegkomen. Het valt me ook wel van zo'n oud-uur-akkietje wel een beetje tegen, toch? Dat je maar 1,5 uur hoeft te praten en dan is dat klaar eigenlijk. Nou ja, goed, we hebben de lampen aanstaan en de verwarming staan een klein beetje aan. En dat ding neemt op, dus... Ja, ik moet zeggen, dat is toch een... Ja, misschien moeten we de volgende keer in die van jou gaan zitten. Ja, die heeft een enorme grote accu, want dat is een hybride auto. Oh ja. Maar dan is maar de vraag welke accu die gebruikt. En ik heb daarna geïnformeerd. Maar hij heeft een gewone accu voor het gewone dingetjes. En hij heeft een veel grotere accu waar hij op rijden kan. Ja. En die zelf opladen. Vandaar dat het een hybride auto is. Terug naar Robbedoes en Kwabbernoot. Die moeten we toch nog wel even behandelen. Maar nu, dit kan dus niet kwaad, hè? Zo moet ik het laten staan, hè? Ja, als ik jou was, zou ik het zo laten staan, want ik heb geen zin om te duwen straks. Nee, dat moet je weet, een auto aanduwen, zeker een moderne auto aanduwen, dat is geen genoeg. Nee. Daar moet je een heel licht autootje voor hebben. Okay. Ik kon er een O4 moeiteloos in mijn eentje aanduwen. Helemaal geen probleem. Je moest een beetje steppen. En dan als die een beetje vaart had, sprong je erin. En had je de choke sowieso een klein beetje uitgetrokken, zet je hem in zijn 2. Niet in de 1, dames en heren. Als u nog zo'n autootje heeft, niet in de 1 zetten, dat gaat niet. Zet hem in de 2 en je rijdt zo weg. Dat was wel leuk. Vroeger was je veel zelfredzamer als automobilist dan tegenwoordig. Want je weet, als je die klep open doet, dan zit een soort van plastic deksel op die motor. En het is maar de vraag of er überhaupt de motor in zit, bij wijze van spreken. Hij staat nu te brommen, maar ja. Zo vroeger zag je dat motortje zitten. Je weet hoe ongelooflijk onhandig ik ben. Als er een sproeiertje verstopt was, dan schroefde hij dat eruit. Dan moest je zo blazen en dan deed hij het meestal wel weer. Ja, dat was allemaal toch een stuk simpeler in die tijd. Het was ook omdat het allemaal van die kleine motortjes waren. Er was nog een enorme ruimte. Ze hadden moeiteloos nog 2 motortjes ernaast te kunnen monteren, bij wijze van spreken. Maar goed, Franquin had ook een ontzettend leuke auto ontworpen. De Tarbot. Waar zij in reden, dat was een speciale constructie. En toen was de oude in elkaar gereden, heeft hij weer een nieuwe gemaakt. Dat is echt, als je daar interesse in hebt, dat is echt genieten geblazen om daarnaar te kijken. Ze maken ook met zo'n deux-chevaux, zo'n AK deux-chevaux, zo'n besteld deux-chevaux, een reis naar Afrika. Dat is ook zeer de moeite waard. En hij is de uitvinder van het wonderbare dier, de Marsupilami. Een dier met een oor, nooit van gehoord zeker, hè? Nee, dat dacht ik ook wel. De moderne mens mist toch ontzettend veel. De Marsupilami, er is een heel album van Franquin over de Marsupilami. Koop dat. Het is te krijgen. Ik heb het gewoon besteld en het is nog steeds te krijgen. Ik ga nou niet uitleggen hoe leuk de Marsupilami is, maar hij is ontzettend leuk. Het is een betrekkelijk klein dier, geel met zwarte stippen. Maar hij heeft een staart, die is wel 20 meter lang of zo. Maar 20 meter is misschien overdreven, maar een staart die meters lang is in ieder geval. En die motor loopt, dat is ook te zien, want de enorme wolken, dampen komen eruit de boel. Hij staat echt keihard te werken. Ja, de Marsupilami, dat is, dat heet geloof ik, dat album heet geloof ik het nest van de Marsupilami. Hoe dan ook, ik heb er full speed van genoten. Sterker nog, ik heb mij, terwijl ik toch helemaal geen naïef type ben, als jongetje ook een zo'n Marsupilami-poppetje aangeschaft. Zozeer was ik onder de invloed van de Marsupilami geraakt. En dan komen we tenslotte natuurlijk aan het absolute hoogtepunt van het jaren 50 stripwezen, namelijk Kuifje. Want de Kuifje-albums die waren toch vrij prijzig, dus dat je... Die Kapitein Rob en Erik de Noerman kon je eventueel uitknippen uit de krant. En die boekjes die waren ook niet verschrikkelijk duur. Dat waren toch wel een beetje kioskboekjes. Maar Kuifje, dat was in gebonden edities, was dat vrij prijzig. Ik weet niet wat zo'n album toen kostte, 4,25. Ja, dan zullen de mensen zijn 4,25. Maar 4,25 was zeker voor een jongetje, was dat toen een heel bedrag. En ik mocht altijd lezen in Kniphorst Wetenschappelijke Boekhandel in Wageningen. Nog steeds dank ik eigenlijk met enige regelmaat Kniphorst Wetenschappelijke Boekhandel in Wageningen. Kniphorst is er nog steeds. Als u wilt zien waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht, zit het op een trapje. Je had zo'n trapje nodig om de boeken uit de hogere planken te halen. Daar moet u gaan kijken in Wageningen, in de Hoofdstraat, naar Kniphorst. Ik dank ze nog elke dag, elke zaterdagmiddag ging ik de stad in. Nadat ik van dat klote hockey verlost was, ging ik de stad in en ging ik bij Kniphorst ging ik lezen. En wat las ik graag? Ik zie het nog staan op de... Ja, het water is op, ongelukkigerwijs. Er ligt hier nog wel een flinke voorraad alcohol, maar dat is op dit moment misschien niet zo geschikt. Nog even zien, afzien het feit dat ik niet meer drink. Ja. Als je in de winkel binnenkwam, dan stond Kuifje aan de rechterzijde. Ik denk de vierde kast van vooraf, bijna op de onderste plank. Daar stonden ze allemaal. Ik heb ze allemaal gelezen daar. En tenslotte ook wel zelf gekocht. Ik had een hele collectie van die Kuifjes. En ik moet zeggen, de eerste 10 van die Kuifjes, de eerste Kuifjes van de jaren 30, nou, dat is, ja, je had later ook Kuifje in de Sovjet-Unie, dat is volstrekt waardeloos. Kuifje in Afrika, waardeloos. Kuifje in Amerika, waardeloos. Het begint pas wat te worden met de Blauwe Lotus, maar daarna is het eigenlijk crescendo. Het wordt steeds beter en beter en beter. Je hebt wat mensen zeggen, ja, dan komt dat Hergé zelf steeds minder aan deden. Dat zijn tekenaars in zijn studio er veel meer aan deden. Dat zou kunnen, maar Hergé moet toch een soort eindverantwoordelijkheid hebben gehad. En vooral de boeken van die halverwege de jaren 50 verschijnen, die zijn volgens mijn idee de absolute top van het Kuifje-universum. Dat is de zaak Zonnebloem, dat is Kuifje in Tibet, wat heb je nog meer? Nou ja, er zijn er nog 2. Vlucht, het cijfer ben ik vergeten, maar 727 of zoiets dergelijks. Dat zijn echt. Daarna wordt ook gesuggereerd dat er buitenaardse bezoekers op de planeet zijn geweest. Dat is naar mijn idee voor pure flauwekul, maar in een goed stripboek kan dat inderdaad gebeuren en zelfs redelijk overtuigend over het voetlicht worden gebracht. Ik vond de zaak Bianca Castafiore, dat is nou weer wat minder, maar in principe zijn de zaak Zonnebloem is een absoluut hoogtepunt van stripproductie en van striptekenen. Dat is van een heel hoog niveau naar mijn idee. Ik wil niet zeggen dat ik het elk jaar nog een keer lees, maar met enige regelmaat. Ik heb zo'n hele kist vol, want je kunt het hele Kuifje-oeuvre is te krijgen in een soort cassette. Die, als ik het me goed herinner, €105 kost. Maar dan heb je ook alles. De hele Santekraam heb je in een hele handige cassette. Op een ietsje kleiner formaat, maar dat is in principe goed te doen. Later las ik ook wel die albums die mijn zoon las, van Storm. Vond ik ook wel leuk om te zien. Een totaal ander soort van strip in principe. Wat had je? Je had zo'n Nederlandse strip die ik ook wel goed vond, van dat meisje. Hoe heet ze nou toch ook alweer? Die komen nog vrij regelmatig uit. Die vond ik ook prima getekend. Ik ben een groot liefhebber van goed getekende strips. Ik ben helemaal geen liefhebber van expres kinderachtig en knullig getekende strips. Daar heb ik helemaal 0,niks mee. Als je ooit in België komt, of eventueel in Frankrijk, er is in Gent een winkel, een stripwinkel. Je hebt natuurlijk ook in Nederland wel stripwinkels. Er is er een in Utrecht in ieder geval, die een heel behoorlijke collectie heeft. Maar daar in Gent, dat is fantastisch wat je daar aan strips hebt. En ook vaak fantastisch getekend, die kan niet anders. Je had ook nog de strip van Buck Danny. Die hadden ook, alle Japanners zijn daar kleine, kortbotige, gele figuurtjes met ontzettend Aziatische ogen. Dus dat kun je achteraf als bezwaarlijk zien. Maar Buck Danny, dat vond ik ook leuk. Vooral omdat het allemaal over vliegtuigen ging. Ik vond vliegtuigen hoogst interessant. Ik had allerlei boekjes verkocht over vliegtuigen. Maar dat was mijn, ja, het strip-universum van mijn jeugd. En ik vind al die dingen nog steeds heel leuk. Nu ik het erover heb, denk ik, ik moet toch eens een hele zwik van die Erik de Noermans nog eens aanschaffen. Zo, oh jeetje.